De kinderen die vanmorgen naar school zijn geweest, die hebben het verhaal als het goed is al gehoord, als ik het goed heb begrepen. En dat is de geschiedenis van Nehemia. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen Nehemia 2. En over dat hoofdstuk zal ook de preek gaan. Nehemia 2. En daar lezen we in het woord van God het volgende. Het gebeurde in de maand Nisan, in het 20e jaar van koning Artaxasta, toen er wijn voor hem gereed stond, dat ik, dat is Nehemia, de wijn nam en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. Toen zei de koning tegen mij, waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartepijn. Toen werd ik heel erg bevreesd. Ik zei tegen de koning, mogen de koning in eeuwigheid leven? Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan als de stad, de graven, de plaats van de graven van mijn vaderen verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn? De koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel en zei tegen de koning, als het de koning goed dunkt en als uw dienaar u welgevallig is, dat u mij dan naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer op kan bouwen. Toen zei de koning tegen mij, terwijl de koningin naast hem zat, hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult u terugkeren? Het was goed in de ogen van de koning. Hij liet mij gaan toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. Verder zei ik tegen de koning, als het de koning goed dunkt, laat men mij dan brieven geven aan de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier, dat zij mij doorgang verlenen totdat ik in Juda ben aangekomen. En een brief voor Asaf, de bewaker van het kroondomein dat de koning heeft, dat hij mij hout geeft om een zoldering te maken voor de poorten van de burcht die bij het huis van God hoort, voor de stadsmuur en voor het huis waar ik naartoe zal gaan. En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van mijn God over mij was. Toen kwam ik aan bij de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier en gaf hun de brieven van de koning. De koning had legerofficieren en ruiters met mij meegestuurd. Toen Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische dienaar dat hoorden, was het volstrekt kwalijk in hun ogen dat er iemand gekomen was om het goede te zoeken voor de Israëlieten. Ik kwam aan in Jeruzalem en was daar 3 dagen. Toen stond ik 's nachts op, ik en enkele mannen met mij. En ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Er was geen dier bij me dan het dier waarop ik reed. Ik ging 's nachts door de dalpoort de stad uit, voorbij de drakenbron naar de mestpoort en inspecteerde de muren van Jeruzalem, waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur waren verteerd. Ik ging verder naar de bronpoort en naar de vijver van de koning. Er was echter geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik zat. Toen klom ik in de nacht omhoog langs de beek, terwijl ik de muur inspecteerde en ging weer terug. Ik kwam door de dalpoort binnen en ging terug. En de machthebbers wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik aan het doen was, want ik had tot nog toe de Joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en de anderen die het werk deden, niets verteld. Toen zei ik tegen hen, u ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was, als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, laten wij opstaan en gaan bouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. Maar Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische dienaar en Gesem de Arabier hoorden dit en bespotten en verachten ons. Ze zeiden, wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen en wij zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen.
Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. Tot zover het woord van God. Jongens en meisjes, er moet een klusje gedaan worden. En jij zegt, ja, ik wil wel helpen. En zo ga je aan de slag. Maar terwijl je zo bezig bent, kom je erachter dat het je eigenlijk niet zo goed lukt. En je roept, pap, wilt u even helpen? En je vader hoort het en hij komt naar je toe. En hij weet precies wat je nodig hebt en hij helpt je. Zo kan je je klusje afmaken. Nou, in ons Bijbelgedeelte komen we Nehemia tegen. En hij wil graag voor de Heere gaan werken. Maar hij beseft dat hij dat niet alleen kan. En daarom gaat hij bidden. Hij gaat God vragen of hij hem wil helpen. Want Nehemia vertrouwt erop dat God hem ook zal helpen. Naar deze geschiedenis willen we met elkaar gaan luisteren. Gemeente, de tekst voor de preek is Nehemia 2. De hele geschiedenis die we daarin lezen. En als kerntekst lees ik met u nogmaals vers 4. Waar staat: de koning zei tegen mij, tegen Nehemia dus, wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel. Het thema van de preek is: biddend leven is gezegend leven. Dus jongens en meisjes, de preek bestaat vanmiddag uit twee helften. De eerste helft gaat over dat het nodig is om biddend te leven. En als je dat doet, dat is de tweede helft, dan heb je ook een gezegend leven. Dus biddend leven is gezegend leven. Zie hem daar lopen, jongens en meisjes. Wat heeft die prachtige kleren aan? Wat loopt hij voorzichtig? Waarom? Oh, wacht, moet je eens kijken, ik zie het al. Hij heeft een dienblad in zijn handen. Met daarop twee mooie glazen. Ja, logisch dat hij voorzichtig loopt, want ze zitten helemaal vol met wijn. Deze man is onderweg naar de koning en de koningin. En hij heeft een hele belangrijke taak. Ja, een erebaantje. Want hij mag zorgen voor het drinken van de koning. Nou, daarvoor moest je wel betrouwbaar zijn, zeker toen, want de koning moest zeker weten dat jij geen gif in het drinken zou stoppen. Maar hè? Zie ik het nou goed? Moet je eens kijken. Moet je eens kijken naar het gezicht van die man. Zo verdrietig. Is er iets ergs gebeurd? Iemand ziek misschien? Heeft hij ruzie met iemand gehad? Nee, dat is het niet. Hij is verdrietig omdat wat hij een paar maanden geleden van zijn broer heeft gehoord. Jongens en meisjes, ik heb het natuurlijk over Nehemia. Hij is de schenker van de grote, machtige koning van Babel, Artaxasta. Ja, hij komt uit Jeruzalem. Een stad net zo ver vanaf hier helemaal naar Barcelona in Spanje. 1500 kilometer. Zo ver is hij van huis. En hoe hij precies in Babel is gekomen en waarom hij schenker is geworden, dat weten we niet, dat staat niet in de Bijbel. Maar de Babyloniërs die hadden Jeruzalem veroverd en toen waren er heel veel Joden meegenomen naar Babel. En zo was ook Nehemia daar gekomen. En was hij dus schenker geworden. Maar een paar maanden geleden waren zijn broer en een paar andere vrienden uit Jeruzalem gekomen en die hadden hem verteld over de ellendige situatie in Jeruzalem. De stad lag nog steeds in puin en de mensen waren heel arm. En het ergste van alles, de tempel van de Heere was na al die jaren nog steeds helemaal kapot. Het huis van God met het altaar was nog steeds een ruïne. En als Nehemia daaraan denkt, wordt hij heel verdrietig. En het gebeurde toen ik deze woorden hoorde, hoofdstuk 1 vers 4, dat ik ging zitten en begon te huilen. En vervolgens gaat Nehemia bidden en smeekt hij God om vergeving.
Stad en tempel waren immers kapot vanwege de ongehoorzaamheid van het Joodse volk. Nehemia beleidt de zonde van de Israëlieten en hij vraagt aan God of hij barmhartig wil zijn. Ja, Nehemia bidt of hij naar Jeruzalem toe zou mogen gaan om daar te kunnen helpen, om de stad weer op te bouwen. Maar ja, om dat te kunnen doen, zal hij wel de toestemming van de koning moeten hebben. Zou hij dat krijgen? Nehemia weet het niet. Hij bidt er heel veel om. En zo is hij vandaag als schenker onderweg naar de koning. En aan zijn gezicht zie je hoe verdrietig hij is. Maar Nehemia, pas op! U laat uw verdriet zomaar aan de koning zien. En dat is heel gevaarlijk hoor. Want als de koning vandaag in een slechte bui is, dan kan hij je zomaar straffen. Als hij wil, kan hij jezelf doden. Toen zei de koning tegen mij, zo vertelt Nehemia in vers 2, waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartpijn. Toen werd ik zeer bevreesd. Oftewel, Nehemia wordt heel bang. De koning heeft het gezien dat ik verdrietig ben. Hoe zal hij reageren? Een heel eerbiedig antwoord, Nehemia, mogen de koning in eeuwigheid leven. En vervolgens vertelt hij dat hij verdrietig is omdat Jeruzalem nog steeds in puin ligt. Nehemia houdt zijn adem in. Hoe zal de koning reageren? Zal hij boos worden? Gelukkig. De koning vraagt door. Blijkbaar is hij goed gestemd vandaag. Wat verzoekt u dan? Beste Nehemia, wat zou jij graag willen doen? En op dat moment bidt Nehemia tot God. En nee, jongens en meisjes, hij deed niet zijn handen samen en zijn ogen dicht. Hij maakt niet allemaal hele mooie zinnen. Terwijl hij zo voor de koning staat, voor de troon, met die wijnglazen nog in zijn handen, zucht hij tot God. O Heere, help! De koning heeft het waarschijnlijk nog ineens gemerkt. Het was misschien maar een gebed van 1 seconde. Maar Nehemia vraagt of de Heere hem wil helpen. Weten jullie, jongens en meisjes, hoe je zo'n gebed ook wel eens noemt? Een schietgebedje inderdaad. Je zou het kunnen vergelijken met een SOS-pijl. Weet u wat dat is? Een SOS-pijl? Nou, voor degenen die het niet weten, als een schip midden in de zee is en het komt in de problemen en het lukt niet om contact te maken met andere schepen, dan kan je een vuurpijl afschieten en die gaat heel hoog. En dan komt er zo'n rood lampje wat heel langzaam naar beneden komt. En van heel ver kan je het dan zien. En zo roep je als schip om hulp. Nu, een schietgebedje is als het ware zo'n SOS-spel waarin je de Heere vraagt om hulp, om zegen, om kracht. Nu, Nehemia haalt diep adem. En nadat hij zijn gebed heeft afgevuurd, om zo te zeggen, begint hij te spreken met de koning en vraagt of hij naar Jeruzalem zou mogen gaan om de stad weer op te bouwen en de tempel te herstellen. Misschien zit jij ook wel eens in een situatie waarin je God nodig hebt. Je vindt iets moeilijk op school. Het lukt je niet om altijd goed met je klasgenootjes om te gaan. Je wil graag naar de Heere luisteren en je wil graag op de rots bouwen. Denk maar aan de preek van vorige week, weet je het nog? De VBW-kerkdienst. Je wil graag de Heer Jezus gehoorzaam zijn, maar het lukt niet altijd. Ja, dan merk je dat je de hulp van de Heere nodig hebt. En dan kan je bidden, Heere, help! En dat mag je gewoon doen op de fiets. Of op het schoolplein. Of als je met iemand aan het praten bent. Of als je een moeilijke opdracht moet maken van de juf. Je kunt altijd bidden. Een schietgebed op ieder moment van de dag. Andere mensen merken het misschien nog ineens. Maar jij vraagt het. Heere, help me!
Ja, dan is het wel nodig om een relatie met God te hebben. Broeders en zusters, heeft u die? En jij? Dat je niet alleen help roept op het moment dat je het moeilijk hebt, maar dat je samen met en voor de Heere leeft, dat Hij je hemelse Vader is, die zorgt, helpt, vergeeft. Dat is ook wat we bij Nehemia zien. Omdat hij een biddend leven is, en dat kan je lezen in het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 1, waarin we lezen dat hij dagen bidt of God hem wil vergeven. En of de Heer hem wil helpen om gehoorzaam te zijn. Daarom kan hij nu bij de koning een schietgebed doen. Soms wordt wel eens gezegd, nood leert bidden. Nou, dat is alleen het geval als er al een relatie met de Heere is. Weet je, het is vandaag biddag. En het is goed en mooi dat we met elkaar in de kerk zijn, dat jullie met ons meekijken. En we gaan straks voor allerlei dingen bidden. Dank jullie wel voor de gebedspunten trouwens weer. Maar het is vooral belangrijk dat we morgen en volgende week en over een maand een biddend leven leiden. Want als biddag het enige moment is waarop je bidt, besef jij dan wel echt dat jij God nodig hebt? En dat je vergeven moet worden van je zonde? Biddag is als het ware zo'n SOS-spel. Maar het zal samen moeten gaan met een leven in afhankelijkheid. Ik buig nu heel eerbiedig mijn hoofd voor u, o Heer, en ik leg al mijn zorgen heel nederig voor u neer. Gemeente, jongens en meisjes, leven wij zo? Heb jij al een nieuw hart? Hoe je dat kunt weten? Nou, dan heb je de Heere nodig voor de vergeving van je zonde. Dan wil je graag naar Hem luisteren en dan ben je verdrietig voor al die keren dat dat niet gaat. Dan heb je wijsheid nodig om goed te kunnen leven. Dan heb je de Heer Jezus nodig om voor God te leven. En daarom bid je, u kunt mij alles geven. Zie mij genadig aan. En wilt u met uw zegen geen dag mij overslaan. Leer mij afhankelijk leven. Geef moed voor elke dag. En laat mij nooit vergeten dat ik u danken mag. Ja, we mogen de Heere God danken. Voor de Heer Jezus. Doe je dat wel eens, jongens en meisjes? Doet u dat wel eens, broeders en zusters, danken dat God de Heer Jezus heeft gegeven? Weet je, Hij deed nooit enige zonde. Hij bad altijd met zijn Vader en zijn relatie met de Heer was volmaakt. Hij deed precies wat God vroeg en toch stierf Hij aan het kruis. Voor wie? Hij deed dat om zondige mensen te vergeven, ze een nieuw hart te geven, zodat ze een verlangen krijgen om te doen wat de Heere van ze vraagt. Nu, als jij zo wil leven, als jij graag hetzelfde wil doen als de Heere, dan lijk je op Nehemia. Want de dingen die jij dan graag wil, dat is hetzelfde als wat de Heere wilt. Moet je eens kijken, jongens en meisjes, naar Nehemia. Waar woonde die ook alweer? In een supermooi, prachtig, luxe paleis in Babel. Alles was in orde. Maar wat wil die? Hij wil graag vanuit dat mooie paleis naar die ruïne in Jeruzalem. Hij wil zijn luxe leventje achter zich laten, omdat het zijn verlangen is geworden dat hij naar Jeruzalem gaat. Om daar de stad van God en de tempel van God op te bouwen. Omdat hij weet, dat is ook Gods verlangen met mijn leven. De gemeente, bij die levenshouding hoort een biddend leven. Heer, ik maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. Want gij zijt mijn heil, mijn redding, o Heer.
Ik blijf u al de dag verwachten. God gehoorzamen, onvoorwaardelijk, wat hij van je vraagt. Naar de Heere luisteren, al begrijpt niemand je. Of is dat moeilijk en al kost het je heel veel. Die levenshouding is nodig om met en voor de Heere te leven. Want God is het belangrijkste in je leven geworden. Je leeft niet meer voor jezelf, voor je plezier en je genot. Maar je wil graag in alles de Heere dienen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Wie wil graag de Heere dienen? Hij is het allerhoogste en het eeuwige goed. Hij zal je leiden en leren hoe je moet leven. En weet je, jongens en meisjes, dat kan echt wel eens lastig zijn hoor, de Heere dienen. Mama roept om te gaan eten bijvoorbeeld. En ik wil eigenlijk nog even verder spelen. Dus je hebt niet zin om direct te luisteren. Maar toch is het beter dat je het wel doet, want mama weet wat het beste is voor je. Zo is dat bij God ook. Als je naar hem luistert, zelfs als het heel moeilijk is, en dan mag je hem vragen om hulp, dan mag je zeker weten dat de Heer het beste met je voor heeft. Want de Heer houdt van je. En uiteindelijk is het leven met God het beste, het meest geweldige wat er bestaat. Echt. Al zou je daardoor minder speelgoed hebben, minder vrienden en een lastiger leven, als de Heer maar bij je is en als hij zorgt, dan is het goed. En zo komen we bij het tweede deel van de preek. Een biddend leven is een gezegend leven. Wat gebeurt er nadat Nehemia zijn vraag aan de koning heeft gesteld of hij naar Jeruzalem zou mogen gaan? Nadat de koning wat verhelderingsvragen heeft gesteld, krijgt hij toestemming. En als vervolgens Nehemia nog vraagt om een brief, zodat hij beschermd wordt, en als hij vraagt om hout, als bouwmateriaal, dan krijgt hij dat ook. Nehemia ervaart de zegen van de Heere. Hij schrijft, eind vers 8 als conclusie, de hand van God was over mij. Hij bedoelt, jongens en meisjes, dat de Heere bij wijze van spreken zo zijn arm om hem legde. Dat de Heere voor hem zorgde en hem hielp. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort naar mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Dus jongens en meisjes, als jij bidt, dan doet de Heere zo. Als jij bidt, dan doet de Heere zo. Zodat hij het extra goed kan horen wat jij zegt. En daarom roep je tot hem al je dagen. En weet je, hij schenkt je hulp. Hij redt je keer op keer, inderdaad. Als je de goede dingen doet, gemeente, jongens en meisjes, dan ervaar je de zegen van God. Dat hij bij je is, dat hij voor je zorgt. En wat zijn die goede dingen? De dingen doen die God van je vraagt, wat bij hem hoort. En wat is dat? Nou, dat lezen we in de Bijbel. Heel kort samengevat, God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Dus de Heere, de belangrijkste in je leven en goed voor je naaste zorgen. En dat is echt iets heel praktisch hoor, jongens en meisjes. En denk daar maar eens voor jezelf over na. Hoe je dat zou kunnen doen. Bidden voor je school bijvoorbeeld. Doe je dat wel eens? Of een klasgenootje uitnodigen, waarvan je weet dat die heel vaak alleen is en nooit gevraagd wordt. Of meedoen met een actie voor arme kinderen. Of spullen inzamelen voor de voedselbank. Of op de kinderclub dingen over de Heere leren, zodat jij hem beter kunt leren kennen en meer van hem kunt gaan houden, enzovoort. Om Gods wil te doen, is het nodig om in de Heer Jezus te geloven. En dan denk ik nog maar een keer aan de VBW-dienst van vorige week.
zondag. Als jij je levenshuis bouwt op de rots, Jezus, dan daalt de zegen neer. En wat stijgt er dan ook weer op? Het gebed stijgt op en de zegen daalt neer. En wat gebeurt er als jij op Jezus de rots bouwt? Dan vergeeft Hij je zonde en dan helpt Hij je om steeds beter naar God te luisteren. De Bijbel zegt dan dat je steeds meer op de Heer Jezus gaat lijken. Zo ervaar je Gods zegen. Nee, als de Heer je zegent, dan gaat niet alles per se vanzelf. En is je leven niet automatisch vol plezier. Je kunt Gods zegen ervaren en tegelijkertijd moeilijke dingen meemaken. Gods zegen is dat de Heer bij je is. Of het nu stormt of mooi weer is. Hij geeft je kracht, rust, vrede. Met Hem ben je blij, al voel je je verdrietig. Zoals Jezus zei, als je mijn Vader iets wil vragen, vraag in mijn naam, ik zal het doen. Ik ben met je. Hoe gaat hij ook alweer? Ik ben met je, alle dagen, ik ben dezelfde als toen. Weet je, bij Nehemia ging ook niet alles vanzelf. En toch ervaart hij Gods zegen. Hij gaat naar Jeruzalem en hij bekijkt de hele stad en het is inderdaad één grote puinhoop. Allemaal ruïne, allemaal rotsen en steen op de weg en de muren zijn kapot en de poort is er niet meer. En je zegt, nou, daar word je toch moedeloos van? De Heer neemt je weet, nee, ik hoef niet moedeloos te zijn, want de Heer is bij me. En vervolgens zijn er ook nog mensen, Sanballat en Tobia, die gaan hem tegenwerken, die zijn zijn vijanden en die willen ervoor zorgen dat Nehemia de stad niet gaat opbouwen. En dan is het volk ook nog vol twijfel, die zegt, nou, het gaat echt niet lukken. Maar wat zegt dan Nehemia? Omdat hij vertrouwt op God, vers 17b. Kom! Laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat we niet langer een voorwerp van smaad zijn. En ik vertelde hun over de hand van mijn God die goed over mij geweest was, als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. En toen zeiden zij, die mensen van Jeruzalem, toen zeiden zij, laten wij opstaan en gaan bouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. Wow. Prachtig dat Nehemia's geloofsvertrouwen de rest van het volk bemoedigt. Zodat ze aan de slag gaan en beginnen te bouwen. En jongens en meisjes, misschien maken jullie ook wel eens moeilijke dingen mee. Je wordt gepest op school. Je bent verdrietig omdat er iemand is gestorven. Je bent bang voor iets. Je vindt het moeilijk dat je ergens minder goed in bent dan je klasgenootjes. Of iets heel anders. Omdat je christen bent, heb je op de sportclub minder contact met de rest. Als dat zo is, dan wil de geschiedenis van vanmiddag jou bemoedigen. Nehemia vertrouwde de Heere. En omdat hij God gehoorzaam was, ervaart hij dat de Heere hem helpt. Nee, die vijandschap van Sanballat en Tobia, die was niet gelijk weg. Maar Nehemia bleef doorgaan, want hij wist, God helpt me. En zo is het ook gebeurd. Vanmiddag luisteren we naar Nehemia 2, maar weet je, in Nehemia 6 is de muur af. En vriend en vijand zien dat God gelijk heeft. Hij helpt. Hij heeft gewerkt. De Heer heeft grote dingen gedaan. En zo, gemeente, jongens en meisjes, mogen ook wij op het gebed grote dingen verwachten. Als je bidt, zal Hij je geven. Als je klopt aan de deur, zal Hij open doen. Als je zoekt, dan zul je het vinden. Halleluja. Als je de Vader vraagt om een brood, geeft Hij je zeker nooit een steen. Al je gebeden, klein of groot, heus, Hij vergeet er niet één. Dat betekent niet dat je altijd alles krijgt wat je aan de Heer vraagt. Maar je mag wel weten dat
je een vader in de hemel hebt die voor je zorgt. En hij weet precies wat jij nodig hebt. En weet je, de grootste zegen die je kunt krijgen, dat is niet allemaal mooie spullen of zo. De grootste zegen die je kunt krijgen, dat is de Heere zelf. Praat daar eens maar eens met papa en mama nog eens over thuis. Wat dat betekent. De grootste zegen die je kunt krijgen, is de Heere zelf. Dat hij in je hart komt wonen. En dan gaat het sowieso goed met je. Je kunt hem vertrouwen en zeggen, Heere, u doet wat goed is voor mij. Uw wil geschieden. U zult mij altijd helpen. Gods goede hand is met je, zou Nehemia dan zeggen. Want juist op momenten dat het leven moeilijk is, kan je Gods liefde en kracht en hulp het meest ervaren. En dan zou ik vanmiddag in het bijzonder aan Gods kinderen willen vragen, waarin ervaart u de goede hand van God in uw leven? Juist in deze moeilijke coronatijd. Geef daar eens heel concreet antwoord voor jezelf op. Wat heeft u, wat heb jij van deze coronatijd geleerd, wat je anders niet geleerd had? Dank God daarvoor. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. En over Jeruzalem gesproken, Nehemia had de belofte gekregen van de Heren dat de stad weer opgebouwd zou gaan worden. En daarom ging hij vol goede moed aan de slag, want hij wist, beloofd is, beloofd. En zo werden inderdaad stad en tempel weer opgebouwd en kon de Heren weer gediend worden. Wij hebben niet zulke dergelijke beloften voor ons dagelijkse leven. We hebben wel de belofte dat Jezus, als hij terugkomt, dat hij nu bij je is. En dat je vanuit die kracht aan de slag mag. En dat als hij terugkomt, hij de hemel en de aarde zal herstellen. Nu is de wereld nog kapot, vol ziekte en ellende. Maar als Jezus komt, is dat voorbij. En die nieuwe wereld, weet je hoe die nieuwe wereld in de Bijbel wordt genoemd? Het nieuwe Jeruzalem. Vind je het mooi? En daar bidden christenen om. En het gaat zeker gebeuren. Ja, nu is er nog corona en nu zijn er nog heel veel mensen ziek. Maar als Jezus komt, dan is alles voorbij. Want beloofd is beloofd. Geloof deze God. Biddend leven is een gezegend leven. Gemeente, jongens en meisjes, je houdt van je vader en dat laat je zien door het doen van een klusje. En terwijl je zo voor je vader bezig bent, dan kom je erachter dat het je helemaal niet lukt. En je vraagt, vader, pap, wilt u me helpen? Natuurlijk, je vader zal je helpen. En daarom kun jij het klusje afmaken. Gemeente, wie zo met de Heere leeft, die heeft een goed leven. Die wil gehoorzaam zijn en in Gods kracht doen wat de Heere van hem vraagt. Een biddend leven is een gezegend leven. Hij hoort, hij helpt, hij zegent. En daarom, vraag naar de Heere en zijn sterkte. Naar hem die al uw heil, al uw redding bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Amen.